Goedemiddag, mijn naam is Wouter. En ik ben Dané en dit is een uitzending van Uit de Werkplaats. Voor deze uitzending zijn de eerstejaars journalistiekstudenten uit de werkplaatsklas bezig geweest met het maken van reportages. De werkplaatsklas is een groep journalistiekstudenten met wat meer vrijheid voor eigen producties. Meer informatie hierover vind je op uitdewerkplaats.nl. En in deze uitzending blikken we ook terug op het afgelopen half jaar. Fleur Hienekamp staat bij het scherm om straks te laten zien wat mensen uit de werkplaats zo hebben gemaakt. Maar we beginnen eerst met het nieuws. Een restaurant overnemen tijdens de lockdown. Erg gedurfd, maar het bleek haalbaar. Iris en Philip zijn de twee kersverse eigenaren van restaurant in Lage Vuurse. Ze namen het de horecazaak per 1 januari over. We zijn in het restaurant het Vuurse Bos, in Lage Vuurse. Lage Vuurse staat bekend in het pannenkoekendorp van Nederland. Het is een familiedorp. Alle leeftijden komen hier. Het ene heel mooi straatje en daar zijn wij ook aan gevestigd. We zijn nieuwe ondernemers. Sinds 1 januari is het dan officieel van ons, ons tweeën. Ik wilde dat in het team was, wilde ik al een restaurant. Liefst niet in de avonduren, maar gewoon tot en met 3 of 9. Pannenkoekzaak, dus dit is geweldig. Nu werk ik hier in het oude Vuurse Bos. Voordat dit veranderde allemaal ook al 8 à 9 jaar. En aan de overkant Vuurse Boer. En ja, de kans die kwam voor ons. En ja, we gaan ervoor. Top. Ja, we gaan het samen doen. Ik meer in de achtergrond en Philip op de voorgrond. Ik heb TMO Fashion Business School gedaan. En ben juist meer van de managementkant en het benaderen van partners. De huidige coronasituatie heeft Philip en Iris er niet van doen weerhouden om te starten met deze mooie uitdaging. Nou, we waren er natuurlijk al wel voor corona mee bezig en de kans deed zich voor. En eigenlijk was voor ons een soort logische stap of zo, ondanks corona, omdat we dit allebei zo graag wilden. En de kans kwam voorbij en toen dachten we, ja, we moeten deze kans pakken, want die komt geen tweede keer natuurlijk, omdat het zo'n unieke locatie is. En gewoon de combinatie van ons beiden, want ik had eigenlijk een beetje zo'n 9 tot 6 baan, 5 dagen in de week. En Philip natuurlijk voornamelijk in het weekend. Ja. Dat je een beetje langs elkaar heen leeft en dachten we, ja, hoe mooi als je die twee werelden juist kan combineren. Enerzijds met de praktijk van Philip en dan voor mij voor het achtergrond stukje. Geheel zonder spanning zitten de twee kerstverse eigenaren niet. Maar desondanks hebben ze veel vertrouwen in een goede start. Natuurlijk wel, bepaalde investeringen zijn wel spannend. Omdat je natuurlijk niet weet hoe het straks gaat uitpakken. Ja. En ja, of we straks volledig terug open kunnen. Wat we dan tegen die tijd mogen. Ja. Maar corona is in die zin misschien ook wel weer een beetje in ons voordeel geweest. Dat we natuurlijk nu misschien meer hebben kunnen doen dan we voorheen zouden doen. Want in een normale periode kun je natuurlijk niet zomaar even 4 maanden dicht. En al je personeel blijft doorbetalen. En nu hebben we natuurlijk wel echt groots kunnen verbouwen. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Hoewel de verduurzaming van de industrie steeds meer aandacht krijgt, blijft de industrie groeien. Esther Gilling van Atelier Zo Gezoomd in Deventer vertelt over de duurzaamheid van kleding en haar atelier. Tassen, jassen, schoenen en truien. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Maar tegelijkertijd een industrie die maar blijft groeien. Als je die aantallen hoort, ik heb ze zo niet paraat, hoor, maar dat er zo ontzettend veel kleding weggegooid wordt. En zoveel kleding in de kast verdwijnt het, en nooit gedragen wordt. Ik vind het echt schokkend. En om te kijken hoeveel er nou echt in de kast verdwijnt, vroeg ik het de consument. Hoeveel procent van je kledingkast draag je niet? Ik denk ongeveer 40%. Nou, ik heb toevallig heel veel weggegooid laatst. Tenminste weggegeven. Maar ik denk nog steeds de helft niet draag wat in mijn kast eigenlijk ligt. Denk ik dat ik ongeveer 10% van die kleding niet draag. Het probleem van deze industrie is steeds meer onder de aandacht gekomen.
Zo zetten steeds meer mensen zich in om deze industrie te verduurzamen. Zo zijn de kleinateliers zoals Zo Gezoomd in Deventer hier eigenlijk altijd al mee bezig. Natuurlijk door het repareren van kleding zorg je ervoor dat kleding langer kan blijven bestaan. Dus dat vind ik, ik merk dat dat best wel, dat gebeurt best wel vaak. Ook mensen zeg maar een favoriet kledingstuk hebben die ze willen laten vermaken. Nou ja, en door naailessen geven, doordat mensen zeg maar hun eigen kleding maken en zelf ook iets maken wat ze past. Ja, dat is natuurlijk wel milieuvriendelijker. Natuurlijk mag je een nieuwe kleding kopen, dat is geen probleem. Alleen koop bewust wat je echt nodig hebt. Uiteindelijk is het de consument die kiest wat hij koopt. Maar een grote tip van Esther is... Wat ik geleerd heb, van als je zeg maar bepaalde basisstukken in je kledingcollectie hebt, bijvoorbeeld hè, een spijkerjasje, een zwarte jurk, weet je wel, dat zijn bepaalde basisstukken, dat je dat als basis houdt en dat je daarop gaat variëren. Maar dat je niet continu met elke modegril meegaat. En dan gaan we naar Fleur, want jij hebt een overzicht wat de mensen uit de werkplaats dit jaar allemaal hebben gemaakt. Ja, dat klopt. Ik kom in deze uitzending een aantal keer voor om bij jullie terug te komen om te laten zien wat de leden van de werkplaats allemaal wel niet hebben gemaakt. En om te beginnen bij Tessa. Zij maakte een audio-interview met de 17-jarige Sterre. Zij is afgelopen jaar gediagnosticeerd met botkanker, maar is vastbesloten om deze nare ziekte te verslaan. In dit interview deed Sterre met ons haar heftige verhaal. En 2 maanden terug sprak Fons met tot ridder van Oranje Nassau bekronen Walter Meekes. Dat ging via Zoom, want Walter woont in Peru. Daar zocht hij met zijn stichting Hoop voor de bouw van scholen voor kinderen en jongeren in de bergcultuur. Inmiddels staan er zo'n 150 scholen van Hoop in Peru. En Louis had een interview met onder andere de band Smoking Alaska. En met Azing Moldmaker, de eigenaar van het grootste Beatles museum ter wereld. En dit item zie je zo in de uitzending. Lara organiseerde met 2 andere klasgenoten Windesheim in Love. Denk hier aan All You Need Is Love, maar dan op Windesheim. Een van de grootste projecten dit jaar die Lara mocht organiseren. En zij is erg trots op het resultaat. Aan het begin van het schooljaar had ze niet verwacht om zoiets groots te mogen organiseren. En wanneer je nieuwsgierig bent geworden naar van deze reportages of artikelen, dan kun je ze bekijken. Want alles wat je zojuist hier voorbij zag komen, kun je ook vinden op www.uitdewerkplaats.nl. Bedankt, Fleur. De coronacrisis heeft voor veel artiesten de grote problemen opgeleverd. Maar de band Smoking Alaska kon de rust van de lockdown eigenlijk wel goed gebruiken. Dit is de band Smoking Alaska. In 2019 hebben zij hun eerste EP uitgebracht. En daarna hebben zij een reeks shows door heel Nederland gehad. Maar sinds de coronacrisis zit ze eigenlijk alleen nog maar in de studio. Ja, het begon met een hele vette show in Luxor. Dat was dan de release show. En vanaf toen hebben we wel de zomer het een en ander gedaan. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wat we allemaal hebben gespeeld, maar het was wel gewoon een zomer vol optreden, ja. Nou, in principe optreden is sowieso niet het enige wat je doet als band. Dus we hebben sowieso altijd periodes dat we heel lang muziek schrijven. Of we zijn bijvoorbeeld ook in het begin van corona de studio in geweest. Ja, en dat zijn ook wel een paar maanden dat je daarmee bezig bent. Alleen normaal gesproken zijn de zomers wel de momenten dat je wel het podium op wilt. En dat kon toen niet. Ja, nu deze zomer gaat dat weer niet natuurlijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het viel in eerste instantie volgens mij mee. Omdat wij hadden, dus nadat we de nieuwe EP hebben uitgebracht en we hadden getoerd of in Nederland zeg maar dus al die shows gedaan. Toen hadden we al zoiets van, oké, nou willen we, nou moeten we echt even gaan focussen op nieuwe nummers schrijven en een nieuwe wending in gaan. Dus we hadden al een soort van de optredens op een laag pitje staan. En toen begon dus het hele corona gedoe. Nou moet ik wel zeggen, onderhand is inderdaad, dit is wel iets te lang. Maar in het begin was het van, ah, nou ja, weet je wel, vergeleken met andere bands valt het gewoon mee hoe erg we last van hebben. Ja. Dus in het begin, in eerste instantie, hadden we iets van, nou, het geeft ons mooie ruimte om meer te repeteren en zo. Als het kon, had ik released gewoon het hele jaar gewoon elke week gerepeteerd. Maar het heeft wel, tot nu toe ben ik blij met wat we geschreven hebben en zo. Dus het heeft wel zijn voordeel gehad. En dan gaan we door naar het volgende item. Karin en Isa zijn naar liefdadigheidsinstelling De Paardenkamp geweest. Een plek waar gepensioneerde paarden van hun oude dag kunnen genieten. De stichting houdt zich staand door vaste donateurs en door middel van plaatselijke donaties. Maar hoe zit dat nu met alle coronamaatregelen?
Het is erg stil in de paardenkamp in Soest. Vanaf oktober 2020 moesten ook zij hun deuren sluiten vanwege de coronapandemie. We zijn een rusthuis voor paarden vanaf 20 jaar. We hebben er 120 op deze stichting staan. We hebben 3 boerderijen. Boerderij Vossenveld. Dat zijn de paarden die hier staan in de paddock. Zij hebben aparte verzorging nodig door een slechte gebit of wat minder in conditie. We hebben boerderij Het Gavelgat, dat is eigenlijk een tussenstation. Die worden ook bijgevoerd, maar hebben nog een redelijk goed gebit. En we hebben boerderij De Beerkhoeven en daar staan de vitale paarden. En hebben we de Paddock Paradise. De paardenkamp is opgericht in 1962 door meneer Het Hart. Hij was een dierenvriend in hart en nieren. Totdat hij haalde overal zijn voerbakken en drinkbakken vandaan, totdat hij op een slachthuis kwam. Daar zag hij een paard staan wat eigenlijk geslacht ging worden. En dat vond hij eigenlijk zo zielig, omdat zijn paard toch hard gewerkt heeft. Dat hij zo'n rusthuis is begonnen, de paardenkamp. Wat voor soort paarden hebben jullie momenteel staan? Nou, er zijn hier van allerlei paarden. De stichting is opgericht voor werkpaarden. Dus van de schillenboer, de melkboer. Nou, dat heb je nu niet meer. Dus wat we nu hebben zijn nog manegepaarden, politiepaarden. Daar hebben we een enkeling van staan. Maar tegenwoordig heb je toch veel sportpaarden, recreatiepaarden. Groot, klein, van alles wat. De liefdadigheidsinstelling wil het beste voor alle paarden. Maar goede zorg is duur. De paardenkamp komt rond van vaste donateurs en donaties van bezoekers. Waarmee ze alle 120 bejaarde bewoners van een goede oude dag wil voorzien. Maar minder bezoekers betekent ook minder donaties. En de coronamaatregelen helpen daar niet bij. Hoe is het om hier te werken in de coronaperiode? Is er ook wat veranderd? Het is heel anders. Het is stil. Het is rustig. Normaal zijn we 7 dagen in de week geopend voor bezoekers. Dus de mensen kunnen hier de hele dag van 10 tot 4 over de vloer komen. Dat missen we nu. Dus het is een stukje stiller. We missen het contact met de bezoekers. Daardoor hebben we minder rondleidingen, de paarden hebben minder knuffels van de bezoekers, die mogen wij lekker uitdelen. Maar ook de open dagen, bijvoorbeeld we hebben geen open dagen meer, geen andere evenementen. Maar vooral het contact met de bezoekers, donateurs, die missen we enorm. En wat is er financieel veranderd? We zijn geheel afhankelijk van donateurs. Verder de bezoekers die hier op de Dam lopen, geven nog wel eens een donatie af. Of die willen graag donateur worden, mochten ze dat nog niet zijn. Omdat we het contact met de bezoekers niet hebben, missen we dat stukje wel. Maar we hebben een vaste donateursgroep eigenlijk, die gelukkig wel ons blijft bijstaan. Waarom is het zo belangrijk dat jullie je donateurs behouden? We hebben alles nodig van de donateurs. We hebben er 120. 120 paarden kost een hoop geld en verzorging. Ze zijn we heel blij met al het geld of alle extraatjes wat we krijgen van de donateurs of van de bezoekers. Een mooi initiatief, de paardenkamp. Dan gaan we nu verder met een verdrietig onderwerp, namelijk het gebroken hart. Dat is iets wat iedereen wel eens heeft meegemaakt in zijn leven. Maar wat is nou een gebroken hart? Lara ging hierover in gesprek met psycholoog Deni van Schagen en met Marlijn Harts, die zijn ervaring deelde over zijn gebroken hart. Een gebroken hart is iets wat we allemaal wel hebben meegemaakt. Marlijn Harts deelde zijn ervaring. Ja, ik ben Marlijn, ik ben 20 jaar en ik gaf vroeger daar zo freerunles aan kinderen en jongeren. En je hebt deze plek uitgekozen. Waarom heb je deze plek gekozen? Omdat ik hier tijdens een keer dat ik hier les gaf, ben ik gevallen. En toen heb ik flink mijn enkel verpest. Ik wilde heel graag carrière maken met sporten, met freerunnen. Met de enkelblessure was en is dit heel lastig. Want ik kan gewoon niet springen, niet rennen. Heel weinig lopen ook. Dus dat is gewoon vrij lastig en dat... Dat doet pijn, want ik wilde graag mijn leven vullen met sport. En dat kan niet meer. Daarnaast sprak ik ook met de psycholoog Deni van Schagen. Ik ben Deni van Schagen. Ik ben 25 jaar. Ik werk als psycholoog. Nu is 1,5 jaar in wat ze noemen de basis GGZ. Dus ik zie eigenlijk alle soorten mensen uit de populatie vanaf 18 jaar tot aan 100 met allerlei soorten klachten. Ik denk dat gebroken hart is natuurlijk wat een metaforische term. Maar het kan op heel veel situaties worden toegepast. Ik denk als een relatie uitgaat, dat de mensen een gebroken hart kunnen voelen. Maar ook een situatie waar een droom in duigen valt, of dat iets anders groots wegvalt.
Met allerlei gevolgen die voor ieder weer anders zijn. Dat het, wanneer iemand relatie uit is en daarnaast nog andere problemen zijn, kunnen mensen wel klachten ontwikkelen als een depressie of angststoornissen of in de persoonlijkheid wel problemen. En dan kan wel een gebroken hart de grond gaan liggen. Ik heb ook last gehad van paniekaanvallen in het jaar na de blessure. Dat was ook niet heel leuk. Dat deed pijn. Dus je had wel echt een beetje het gevoel van een gebroken hart. Absoluut. Bij een gebroken hart valt een heel groot deel van je leven weg. He, ofwel een relatie, een groot identiteitsstuk dat wegvalt. Ofwel een topsportcarrière, maar ook al een gewone carrière die instort. Waarin je eigenlijk weer moet gaan onderzoeken, wie ben ik eigenlijk? En wat vind ik belangrijk in het leven? Wat heb ik nodig? Maar die zoektocht is best wel zwaar. Eigenlijk alsof je weer een soort van nieuwe puberteit ingaat en weer gaat onderdenken, wie ben ik eigenlijk? Ik ben er nog steeds niet echt overheen. Ik vind het nog steeds heel lastig, want ik heb nog steeds die creatieve uitlaatklep nodig. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je durf te erkennen dat je er last van hebt. Dus het niet wegstoppen en niet zeggen, nou, het is er niet. Maar ik durf benoemen, ja, ik vind het best wel lastig dat dit stuk wegvalt. Blijven mensen in contact in je omgeving om over te praten van, hé, wat maakt nou dat dit zo lastig voor je is? En uiteindelijk te bedenken, wat mis ik nou eigenlijk zo erg hier aan? En kan ik dat op een andere manier in mijn leven invullen? En ik ben aan het wachten op een bio-techno-enkel. En wanneer verwacht je die te krijgen? Niet, eerlijk gezegd. Maar je mag altijd dromen. En dan een heel ander onderwerp, want Zwolle heeft zijn eigen stijl. En hierin kunnen sieraden niet ontbreken. Widaro is een sieradenwinkel in het centrum van Zwolle die eigen sieraden maakt. De winkel heeft voor ieder wat wils en is ook erg actief op Instagram. Ja, eigenlijk zijn we altijd al wel een winkel geweest waar we alle losse kralen kochten en verkochten en dan onze handgemaakte sieraden. Maar door de jaren heen merkte je dat die grote hype er wat af was en dat ook minder mensen het zelf gingen maken. Dat wij toch meer onze eigen sieraden verkochten. En nu merk je dat het toch weer is gaan verschuiven. En toen hadden ze iets van, ja, corona, de mensen zitten thuis, ze kunnen niet meer naar de winkels toe. We gaan dat toch weer oppakken en we gaan gewoon leuke do-it-yourself pakketjes maken, samenstellen. En dat werd heel leuk op gereageerd. Heel veel leuke reacties. En eigenlijk nu nog steeds dat we dat doorgezet hebben. En ook de kralen weer in de winkel hebben. Dat mensen ook gewoon hier weer hun spullen kunnen kopen. Widaro is een sieradenwinkel uit Zwolle. En speelt in op de laatste sieradentrends door zelf sieraden te maken. Daarnaast zijn er ook merken in de winkel te vinden. En met deze combinatie is er iets te vinden voor jong en oud. Eigenlijk is het grootste gedeelte wat hier in de winkel te vinden is, maken we eigenlijk wel zelf. Dus dat zijn kettingen, dat zijn de armbanden, we maken oorbellen. Ja, eigenlijk heel divers. We schakelen eigenlijk heel snel dat we ook denken van, oh ja, wat zien we om ons heen? He, dat je ook via Instagram wordt jezelf natuurlijk ook wel geïnspireerd. Dat je soms denkt van, hey, die kleurtjes die zie je nu veel of die modelletjes. En dat je daar ook weer inspiratie van krijgt van, hey, dat soort dingen wil ik ook gaan maken. En net weer op een andere manier toch weer je eigen Widaro steltje erin toevoegt. Jullie hadden al een website voor de corona. Maakten jullie in de tijd van de lockdown meer gebruik van de website? Dus voor corona ging het inderdaad, hadden we ook een goede webshop. En in corona bleef die eigenlijk stabiel, zelfs naar nog beter. Hebben we gewoon via social media heel erg geprobeerd te promoten. Dat mensen ook daar alles kunnen blijven zien. Dus iedere dag deed ik een poster opzetten of in de stories wat vermelden. Van nou, waar zijn we mee bezig, wat voor leuke dingen hebben we in de winkel. Waardoor mensen toch heel enthousiast bleven reageren. Zag je in de coronatijd evengoed sieradentrends? Door corona hebben we dat meer gemerkt, allemaal nu de trend met al die kettingjes, verschillende laagjes. Dat gaat bij ons echt heel goed. Dus dat echt wel via Instagram merk ik gewoon dat daar de meeste likes op komen. En dat mensen dat ook echt wel super leuk vinden, doorgaan naar je site en gaan kopen. Dus dat is echt wel een goed item. In het begin van corona hebben we ook wel gemerkt dat we zijn weer meer met de kralenverkoop begonnen. Dat ze lekker zelf thuis gingen maken. Dus zijn we daar weer op ingesprongen en gingen we ook gewoon meer leuke do-it-self pakketjes verkopen. Is er een verschil in trends als je kijkt naar de leeftijd? De jonge meiden die meer toch voor het goud en zilver, zoals met Karma, die merken toch meer voor kiezen. En mooi met ringen, handen vol van allemaal leuk bij elkaar verzamelen. Daar merk je wel meer verschil in dat die dat toch wel echt leuk vinden, want dat is altijd goed.
past heel mooi. En dan heb je toch weer een club die zegt van, nou, ik vind het ook leuk om wat meer kleurtjes te dragen. Ik ga daar dan toch voor. En dan net weer wat ouderen, ja, die eigenlijk wel heel divers. Van heel fijntjes tot kettingen die best wel wat grover zijn. Een grote steen met oorbellen. Ja, worden ook gewoon verkocht. Maar dat is soms weer net welke leeftijd en ja, wat wil je uitstralen, wat past bij je. Heb je wel eens gehad dat je sieraden inkoopt, maar dat ze daarna niet goed worden verkocht? Klopt, ja, je maakt natuurlijk altijd wel met de inkoop dat je zelf ergens heel enthousiast over bent. En dat je denkt, dat zal heel leuk op gereageerd worden en dan valt dat toch wel tegen. Nou ja, dan kun je aan het eind van het seizoen bedenken, dat ga ik toch gewoon voordeliger aanbieden. En uiteindelijk verkoop je het dan op die manier ook wel. Mooi, zo'n goed lopende winkel. Fleur, we gaan weer naar jou voor een aantal nieuwe producties. Ja, ik ben weer terug met een paar nieuwe items. Jet is een dag mee geweest met Swami Advait. Hij nam haar mee naar zijn natuurhuisje in Brabant. Omringd door zingende vogels, groene natuur en zonneschijn, vertelt hij haar hoe hij Swami is geworden en wat het voor hem betekent. Een persoonlijk verhaal over het vinden van jezelf en de weg naar persoonlijke vrijheid. En Wouter was aan het werk bij een wedstrijd van Heracles. Daar staat hij op de ballenjongen, één van de weinige supporters in het stadion. Hij kwam aan de praat en maakte een portret. Het verhaal over Daan is te lezen op onze website. En Marloes maakt een video-item over schoenmaker Eddie. De neef en de nicht van de schoenmaker hadden namelijk een inzamelingsactie voor hem opgezet. Voor het filmen en het creëren van een zo dynamisch mogelijk item vond Marloes het leuk om te doen. En Samira schreef dit jaar vooral columns voor Win. Een opinieplatform van Winnesheim. Veel geleerd en veel geschreven. Ze heeft zichzelf echt gevonden in deze schrijfstijl. Zo pen zij een stuk of 10 columns neer. Maar haar favorieten zijn de columns over haar kat, Quintin. Straks ben ik nog een keer terug met de laatste producties. Bedankt. Iets heel anders dan. In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit in Nederland. Maar in Nederlands-Indië was het nog rustig. Dat veranderde in 1942 toen het Japanse leger binnenviel. Hessel Lammersma was een van de Nederlandse inwoners die op dat moment in Nederlands-Indië woonde. Hij werd in een interneringskamp geplaatst. Hessel is de opa van Anouk en zij is een zoektocht begonnen naar het verleden van haar opa. En ze zit bij ons aan tafel. Welkom. Waarom ben je deze zoektocht eigenlijk begonnen? Ik ben deze zoektocht begonnen omdat mijn opa vrij vroeg is overleden. Hij overleed toen ik 4 was. En thuis werd er bijna niet gesproken over het oorlogsverleden. In ieder geval niet van mijn opa's kant. Wat ik wel weet is dat mijn opa is geboren in Nederlands-Indië, Tarakan. Waar hij ook daar in jappenkampen heeft gezeten. En ik weet dat hij op zijn 11e is weggehaald bij zijn moeder en bij zijn zus. Om naar een ander kamp te gaan. Ja, het werd bij jullie thuis ook een beetje in de doofpot gehouden. Ja, eigenlijk wel. Dat kwam voornamelijk door mijn opa. Mijn opa wilde er niet over spreken. Zei altijd van, dat is een mooi jongensverhaal. Leuk jongensboek, maar niet zelf over willen spreken. En dat heeft wel zijn effecten gehad op de rest van de familie. Ja, want zoals je eerder al zei, ja, heerst er een soort wrok in de familie? Het is niet zozeer een wrok, kun je het niet noemen. Maar je kunt het wel noemen als een soort weerstand tegen Japan. Japanse elektronica kwam niet heel snel bij ons binnen. Ik weet nog wel dat wij een nieuwe auto moesten halen. En de auto was Japans. En overal hingen de Japanse vlaggen in de autodealer. En mijn moeder die was gewoon van, ik kan dit niet aan. Dit is zo vreemd en zo apart. Dus er zit altijd nog wel een wringing met Japan daarin. En wat ben je allemaal te weten gekomen tijdens je zoektocht? Wat ik voornamelijk te weten ben gekomen is dat hij wat hij deed in de kampen. Dus in het begin was het heel erg dat hij tot zijn 1942 begonnen ze in het kamp te zitten in Chideng. Dat zit op Java. En daarna is hij op zijn 11e is hij overgeplaatst in een ander kamp. En ik ben er voornamelijk achter gekomen ook door het boek van Karl Denker dat hij daar lijkenruimer is geweest in een hut. En dat hij ook een stukje nog door Java is heen gegaan om zijn vader te zoeken. En dat is best wel heftig dat je erachter komt dat je eigen opa daar lijken heeft moeten opruimen. Wat doet dat met je? De informatie daarin was wel even schokkend. Dat je denkt van dat je opa op zo'n, in ieder geval op een leeftijd dat wat veel impressie maakte, 13, 14 jaar, gewoon dode mensen zag en ze gewoon moest wegruimen zonder dat er echt aandacht voor was van wie het waren en waarom ze daar nu lagen in één keer.
En je vertelde buiten de uitzending dat je opa op zijn 11e van zijn ouders werd gescheiden. Waarom was dat? De precieze reden weten we nog niet waarom. De reden die is verteld in mijn familie is dat het voornamelijk kwam omdat hij langer was dan de Jap op zijn 11e. Mijn opa was een vrij lange man, 2,10 meter was hij. Dus dat was vrij lang. En op zijn 11e was hij langer dan de Jap. En werd hij en volgens de verhalen werd hij dan als staatsgevaarlijk gezien. En moest hij naar Chimai, het mannenkamp. En wat gebeurde er allemaal nog meer voor dingen in zulke kampen? In de kampen waar mijn opa heeft gezeten, Chideng Sonai. Sonai was de kampcommandant. Daar waren voornamelijk de afranseling van vrouwen. Vrouwen werden gedwongen tot prostitutie. En het tweede kamp waar mijn opa zat, Chimai, daar werd gewerkt aan een spoorlijn. Ook wel de dodenlijn genoemd, omdat er zoveel mensen daar overleden. En voor de rest was het wel dat je had dat de hygiëne zo slecht was dat heel veel mensen ook overleden aan tyfus, gele koorts en andere zaken. Ja, je opa is op een gegeven moment weggelopen uit het kamp en met zijn vriend Carl. En daar sprak je over met de vrouw van Carl. En laten we even gaan luisteren. Ze moesten toch nog ook even blijven in het kamp nadat... Maar hij is terug met een ander vriendje. Mijn opa. Was dat jouw opa? Dat was mijn opa. Oh. Ze hebben ze allemaal gezorgd. Ze hadden alleen maar een onderbroek aan. Of een short, weet ik veel. En die moesten zelf, elk beetje water moesten ze die uitwassen, want ze hadden allebei diarree. Wat jammer dat je niet een paar jaar eerder gekomen bent. Ja. Ja. Niks aan doen. Nee, dat wist ik al toen ik dit onderwerp aanvloog. Ja. De meesten zijn dood. Dat zou je hartstikke leuk gevonden hebben, dat weet ik zeker. Ja. Nou, Carl schreef ook een boek over die tijd. Die heb je ook bij je. Wat beschrijft hij daar eigenlijk allemaal in en wat ben je daaruit te weten gekomen? Hij beschrijft eigenlijk zijn hele leven. Carl heeft een heel innemend leven gehad, is naar Amerika gegaan, heeft een hele goede baan gehad bij CBS, heeft ook daar nog wat verschillende opera's geschreven. Maar in de eerste hoofdstukken beschrijft hij heel erg zijn leven in Japan. Dus wat hij daar heeft meegemaakt en ook hoe hij zelf in de kamp heeft gezeten. Mijn opa heeft wel in het boek een andere naam gekregen. Daar heeft hij de naam Harold in plaats van Hessel. En daarin beschrijft hij eigenlijk ook de tocht die hij heeft gemaakt naar het andere kamp om hun ouders te zoeken. En wat doet het met jou om dit boek te lezen? Het was, toen ik het las, was het wel even indringend van, oh, dus dit heeft mijn opa meegemaakt. Dus deze zaken, toen ik lekker op de basisschool, op de middelbare school zat, in die leeftijd was mijn opa op zoek naar zijn vader. In de hoop dat hij nog leefde en in de hoop dat hij... Dat hij ook nog het zou overleven met de diarree die hij had. Met de politieke acties die Sukarno opzette. Dus dat soort zaken leeft allemaal mee. Dus hij was echt een gevecht aan leven aan dood aan het gaan. Terwijl ik gewoon in die leeftijd gewoon lekker op school kon zitten. Dat zet wel dingen in contrast. En heb je door je zoektocht ook een beter beeld van je opa gekregen? Ja. Ik weet heel weinig van hem. Ik moet dus heel veel weten van verhalen. Maar ik krijg wel steeds meer door van dat het eigenlijk een hele gebroken man moet zijn geweest. Dat hij eigenlijk dit trauma nooit heeft kunnen verwerken. En eigenlijk nooit, nooit erover durfde te spreken om die reden ook. Omdat hij het nooit heeft kunnen verwerken. Ja. En iemand die eigenlijk een soort gelijke speurtocht heeft gehouden als jou, is oud-minister Jet van Busmaker. Haar vader heeft ook in een kamp gezeten. En mevrouw Busmaker heeft daar haar zoektocht beschreven in het boek wat je ook bij je hebt. Wat ben je daaruit te weten gekomen? Het verhaal is 10 jaar geleden neergezet op papier door inderdaad oud-minister Jet Busmaker. Zij beschreef het verhaal heel erg van hoe zij met haar vader naar Indonesië is gegaan. En ook hoe zij daarna het invloed heeft gehad op de manier hoe zij politiek bedreef. En voornamelijk, ze was ook verantwoordelijk voor de oorlog, om zo maar te zeggen. Hoe die werd doorgegeven, dus hoe dat ook meewerkte. Zij kon nog wel met haar opa, of in ieder geval met haar vader, naar Indonesië toe. En kwam daar ook meer persoonlijke verhalen te weten. Die ben ik nog aan het zoeken. Ja. En je sprak haar ook over haar zoektocht. En laten we daar eens even naar gaan kijken. Goed, u heeft een boek geschreven over reis met uw vader. Wat was eigenlijk het uiteindelijke doel dat u het heeft gepubliceerd?
Nou, dit boek gaat over veel meer dan alleen die reis met mijn vader. Ik heb gemerkt, en dat schrijf ik ook in het boek, dat ik, doordat ik staatssecretaris werd en verantwoordelijk werd voor oorlogsgetroffenen, ik dus eigenlijk ook opeens verantwoordelijk werd voor het leed dat mijn vader met zich mee droeg. En ik ook verantwoordelijk werd voor het erfgoed van de oorlog. Dus het nadenken over hoe je dingen bewaart of niet bewaart en hoe je een verhaal doorgeeft aan de volgende generaties. En toen dacht ik, werd opeens iets wat voor mij heel persoonlijk was. En ik heb die reis nooit gemaakt met het idee dat ik daarover zou gaan schrijven. Hoewel mensen dat toen al wel gezegd hadden. Maar toen werd het opeens, doordat ik, ik moest allerlei dingen gaan doen. De oorlogsuitkeringen veranderen, nadenken over de toekomstprogramma's. De rol van het NIOT, de rol van het comité 4 en 5 mei. En dat bij elkaar maakte dat ik dacht, ja, die oorlog die komt toch weer steeds bij mij. Die laat mij niet los. Mooi om haar verhaal ook te horen. Maar ben jij tevreden met je onderzoek en heeft het ook opgeleverd wat je had gehoopt? Ik ben nog niet helemaal tevreden met mijn onderzoek. Er zijn nog veel dingen zeer onduidelijk. Hoe die heeft in de kamp gezeten. Hoe is hij teruggekomen naar Nederland. Hoe Japan nu tegen de oorlog aankijkt. Zijn allemaal nog dingen die ik niet weet. Dus ik ben nog niet klaar met deze zoektocht. Maar het stuk wat ik nu heb gemaakt ben ik wel tevreden over. Heeft jouw zoektocht jou ook wat gebracht? Het heeft mij een inzicht gekregen in de oorlog, hoe de oorlog is voor mijn opa. Iedereen kent de verhalen wel van zijn of haar opa. Alleen omdat mijn opa er nooit over durft te spreken, gingen die verhalen verloren. En nu krijg ik langzaam weer het verhaal terug wat ik eigenlijk wil vertellen. Dus langzaam komt ook een stukje familiegeschiedenis bij mij terug. Ja, bedankt voor je persoonlijke verhaal in ieder geval. Dankjewel. Dan gaan we nu door naar Fleur. Hier met de laatste items alweer. En Danee heeft een videoreportage gemaakt over sportopleidingen in coronatijd. Want sporten achter een computerscherm is natuurlijk geen doen. Hoe gaan sportopleidingen hiermee om? Je kan het zien op onze website. En Jelle richtte zich vooral op de sport en dan met name de voetbalkant. Zo maakt hij onder andere een item met een kantinebeheerder die vlak voor de lockdown de bui al zag hangen. De sportbranche moest dicht. Kimberly maakt een geschreven portret over de krachtige dame Eileen. Zij heeft haar stem laten horen op de Stop Asian Hate protest en deelt haar heftige verhaal met ons. Niet alleen Kimberly raakte dit heel erg, ook is haar verhaal goed gecreëerd en is het een prachtig stuk geworden. Marleen heeft een portret gemaakt over de kleurrijke Diti. Een portret over moed, veerkracht en vrijheid. En van de stukken waar Anouk het meest trots op is, is haar live look die zij heeft bijgehouden tijdens de presidentsverkiezingen in Amerika. Het vertalen van de tekst met daarbij het uitleggen hoe de verkiezingen elkaar zitten was een uitdaging die zij volgens haarzelf met succes is aangegaan. Bedankt Fleur. Ja. Leuk om zo even weer terug te blikken op het afgelopen jaar. En dan gaan we door naar het volgende item. Want voor jongvolwassenen uit Nederland was het de afgelopen jaren natuurlijk al moeilijk om bezig te blijven. Maar wat als je een expat in een vreemd land woont tijdens een pandemie? We spreken Jack Doxy, die door corona niet naar Engeland kon reizen om zijn middelbare schooldiploma af te ronden. Stel je even voor. Nou, mijn naam is Jack Doxy. Ik ben oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Maar ik woon hier sinds 2016 in Nederland. Dus dat is ongeveer 4,5 jaar. Op dit moment zit ik eigenlijk aan het einde van een tussenjaar. Mijn plan, mijn hoop is dat ik vanaf volgend jaar september kan studeren. Ik ben een beetje geneigd door corona. Ja. Ik ben, om eerlijk te zijn, mijn eindexamens gingen niet door bijvoorbeeld en dat maakt het wel lastiger om toegang te krijgen tot een universiteit. Dat is één probleem. Maak je je zorgen om je academische toekomst? Ja, op dit moment wel. Ja. Omdat ik op dit moment geen diploma heb. Mm. En dat leidt inderdaad tot een ingewikkelde situatie.
waarmee ik, omdat ik geen documenten heb om mijn vaardigheden te kunnen tonen. Voor mij persoonlijk maak ik me wel zorgen over mijn kansen om vanaf volgend jaar te kunnen studeren. Hoe denk je dat andere expats het hebben? Nou, ik denk dat veel mensen die misschien naar Nederland wilden komen bij Verbeelden om te studeren, zijn thuisgebleven in plaats van hier naartoe te komen. Ik heb contact met best veel internationale mensen. Natuurlijk, het hangt het af van je persoonlijke situatie. Sommige mensen hebben nog steeds een bloeiende sociale leven en ze lijken prima op hun plek op dit moment. Anderen hebben het zwaarder natuurlijk. Het hangt ervan af. Als je wat verplichtingen hebt, als je wat te doen hebt, of als je meer structuur in je leven hebt, is het waarschijnlijk wat makkelijker om er doorheen te komen, denk ik, dan anders. Oké, nou, hartelijk dank voor je interview, Jack. Nou, leuk om met je te kunnen spreken. Laten we hopen voor Jack dat de coronacrisis gauw voorbij is. Je hebt in veel steden tegenwoordig een dichter. In Zwolle is dat niet anders. Sarah Lucassen is de komende 2 jaar de stadsdichter van Zwolle. Onder mijn nagels kriebelt iets. De neiging om te spreken. Onder mijn nagels kriebelt iets en de angst onder mijn huid. Ik heb mezelf vaak afgevraagd of het verschil maakt als een vrouw zich uit. Of de invloed van mijn woorden wordt beïnvloed door geslacht. Over hoe ik voor de dag kom, ook daarover heb ik nagedacht. Over fysiek en over of mijn verschijning de waarheid ooit heeft aangetast. Onder mijn nagels kriebelt iets, werp een blik op de natuur. Zie de vrouw, omarm haar imperfecties, haar naaktheid en haar rondingen. Reis met me door de tijd, dan hechten we verwondingen. Van zij die offers maakten. Klappen vingen van alle ingeslikte zinnen, van alle neergebogen blikken voor slappe spieren, voor het stikken in een te strak korset, voor pijn van hen die ervoor hebben gezorgd dat ik ben wie ik vandaag wil zijn. Onder mijn nagels kriebelt iets, probeer de focus te verleggen. Vandaag de dag hebben ook vrouwen in ons land het voor het zeggen. Zij die vasthouden aan intuïtie, we zien wel wie het laatst lacht. Neem een duik in het verleden en het hart raakt vol van daadkracht. Mijn onderbuik, ze vraagt om aandacht. Om of ik wil en blijf vertrouwen op het doorzettingsvermogen van ons vrouwen. Ja, mooi en bijzonder gedicht. Kimberly ging langs bij Sarah. All right. Nou ja, ik ben Sarah Lucassen. Ik ben 23 jaar en ik ben de stadsdichter van Zwolle. Ja, ik ben dit dus geworden voor 2 jaar. En wat houdt het in? Ik mag eigenlijk gewoon heel veel gedichten schrijven voor de stad of zo. Eigenlijk letterlijk wat het woord een beetje is. Ik ben nu een beetje aan het nadenken over hoe ik meer met jongeren ook kan gaan doen. En hun kan stimuleren om te schrijven of dat we samen vette dingen kunnen maken. Dus wat dat betreft ben ik ook echt aan het nadenken van hoe wil ik mijn stadsdichterschap nog verder invullen. En daarmee invloed hebben op de Zwollenaar en taal meer laten bewegen in deze stad. Dat echt een beetje wel een soort uitlaatklep voor mij was. Het werd ook wel een soort van verwerkingsdingetje, maar later is het gewoon heel erg gebleven. Maar nu, als ik iets in opdracht moet schrijven, dan kan het ook echt nog wel voorkomen dat ik gewoon even niet in een goede flow zit of zo. Of niet lekker uit mijn woorden kom. En dan kan het ook wel, en de deadline komt steeds dichterbij. Dan kan het ook wel gewoon echt stress geven. Dus ondanks dat het iets is wat ik graag doe, is het ook wel gewoon ergens steeds meer werk of zo. Omdat wat ik nu doe is iets wat ik al een hele tijd aan het doen ben. Dus het is niet zo van, oh, ik ben toevallig dit jaar
de Zwolse stadsdichter geworden. En hiervoor deed ik hele andere dingen, weet je wel. Weet je, ik ben altijd al wel een soort van schrijvende. En nu ineens heb ik die titel en komt ineens die gekke golf over me heen van... Let's go! Het komt nu overal in de stad en connect met de Zwollenaar. En dat vind ik zo sick, maar ook een soort van... Omdat ik nu ineens die titel dan heb, ook wel een soort van heel weird. En onwerkelijk dat dat blijkbaar zo werkt. Ik denk dat het ook gewoon wel een soort van onzekerheid is die ik altijd wel heb. Waardoor ik zo kritisch ben op mezelf. Maar ergens denk ik ook, doordat ik zo kritisch ben, dat ik ook wel mooie dingen maak. Dus het heeft een beetje twee kanten, denk ik. Ik denk echt, zeg maar, ik heb heel lang, ook op CBAP en op mijn middelbare school ook al, dat ik dacht, ja, what the fuck, wat wil ik nou gaan doen, weet je wel. Ik ben creatief, maar ik vind zoveel dingen leuk. En CBAP was natuurlijk ook best wel breed. En ik dacht, maar ook daardoor had ik nog steeds dus een beetje die paniek van... Want als ik wel me op één ding moest focussen, dan dacht ik, ja, maar ja, ik wil me niet alleen maar op één ding focussen. En als ik me op alles ging focussen, dan dacht ik, ja, maar wat ga ik straks nou echt doen, weet je wel? Dus het was een soort van altijd chaos en nooit goed. Ja, de chaos is een soort van mij. En dat hoort gewoon bij me. En daar is meer rust in inmiddels. De chaos, er is rust in de chaos. Oh ja. Heel leuk voor Sarah dat ze al 2 jaar op rij de stadsdichter van Zwolle is. En dan een heel ander onderwerp, want een andere naam krijgen, dat hoort erbij als je swami wordt. Een swami-naam krijg je als volgeling van de Bhagwan. De naam swami is Indiaans en komt van de mannen die in oranje doeken door het land liepen. Die zijn namelijk swami. Het betekent heilige man. In een Brabants natuurhuisje omringd door fluitende vlogels en frisse natuur vertelt swami Advar Brains zijn persoonlijke verhaal. Hoe is hij bij de Bhagwan terechtgekomen? Wat is er sindsdien veranderd en welke mindset heeft hij? Ik heet Advaita Rais. We zijn bij mijn cabin in Brabant. Advaita is niet de naam die zijn moeder hem heeft gegeven, maar een swami-naam die hij nu draagt als zijn eigen. Swami is een van de namen die je kreeg van de Bhagwan. Het was enorm teleurgesteld, want ik vond het echt een heel rare naam. Ik ken niemand met die naam. Het geven van een Swami-naam hoort bij de Bhagwan-beweging. Die is begonnen in India. Over deze beweging is controverse. Zo is er een Netflix-documentaire over gemaakt, waarin wordt verteld dat de beweging radicaal is en mensen hersenspoelt. Ja, dat vind ik wel jammer. Dat vind ik wel jammer. Ik begrijp het ook, want ik zei, ik ging met heel veel weerstand daar naartoe, want ik had begrepen dat het een cult was met brainwashing. En al snel realiseerde ik, er is helemaal geen brainwashing hier. De enige boodschap is be a truth unto yourself. Seek the wijsheid out in yourself. Don't laat niemand je zeggen wat waar is en niet waar. Jij bent de enige authority voor jou. For yourself. De beweging uit het oosten brengt een andere mindset. De westerse mindset, die vooral materialistisch is en waar status gerelateerd is aan succes, staat tegenover de oosterse mindset, waar materialisme helemaal geen rol speelt. Maar de fusie, de integratie tussen de willen begrijpen en doen van de westerse denkbeeld, met de laten gaan en alles komt goed van het oosten. Dat is het. Ja, in dat fusie, dat is het, ja, voor mij. Yeah. Advaita kwam bij toeval in de wereld van de Bhagwan terecht, maar het bood hem wel de uitweg die hij achteraf gezien nodig had. Ja, voor mij was een echt nieuwe beginning. En in de tijd dat ik daar kwam, had ik wat achteraf gezien was een burn-out, een flink burn-out. De allerbelangrijkste boodschap, wat ik heb in mezelf gevonden door dat beweging, was heeft iets met identificatie. En vroeger dacht ik dat ik was de persoon met dit naam, met dit achtergrond. Identificatie met wat ik doe, dat zie ik als niet meer belangrijk.
Ja, de waarde van het leven, die veranderen wel. Hè? Ja, een bijzonder verhaal. Dit was de werkplaats voor dit jaar. Bedankt voor het kijken. We wensen jullie een fijne zomer. En tot ziens. Doeg.